Ja, hallo. Mijn naam is Bart Pauwels. Ik kom uit Nederland, de Lage Landen, het land van de molens, de klompen, de oranje koorts met het voetbal uiteraard. Ik ben geboren in Tilburg, ligt in het zuiden, waar we overigens carnaval vieren. Een gekke bedoeling. En is trouwens niet te horen aan mijn spraak, denk ik, met de G. Want normaal hebben we in het zuiden zeg maar de zachte G. En in het noorden de wat hardere. En in het Limburg is helemaal is al helemaal anders. Maar anyway, in Tilburg heb ik dus huurde ik een kamertje. €300 betaal ik. Zo kon ik nog een beetje sparen, zeg maar. Ik werk als elektricien. Dus. Ah, that's pretty cool. So, ik ben nu in Uruguay. Het was gisteren uiteraard nieuwjaar. En ik denk dat er nog wat vuurwerk of zo over was van gisteren. Dus we gaan hier gewoon lekker door met knallen en gek doen. Dus ik weet niet of deze video heel lang gaat duren. Want of ik hier überhaupt veilig zit. Maar we zullen zien. Wat doe ik eigenlijk hier in Uruguay? Surfen is mijn passie. Ik ben daar zo'n 6 jaar geleden mee begonnen. Eerst zat ik op voetbal. Maar na een tijdje werd het een beetje een sleur, weet je wel. Ik zat, was 2 keer per week gingen we trainen. En op zaterdag werd ik dan ook al als elektricien. En dan zondag moest uiteraard voetballen, 's ochtends. Dus en zaterdagavond wilde natuurlijk een biertje doen. En zondagochtend enorm vroeg moeten voetballen, was nogal een opgave dan, weet je wel. Dus vaak kwam ik dan 5 minuten te laat of zo. Daar ben ik normaal best wel goed in te laat komen. Dus dat hield in dat je dan op de bank kon beginnen. En als je geluk had, dan kon je nog invallen als er iemand geblesseerd uit moest, weet je wel. Maar dat was de weekendinvulling. Dat was dus zaterdag werken, 's avonds op stap uiteraard. En dan 's ochtends als een malle uit je bed moeten om te gaan voetballen. En vervolgens na het voetbal naar de kantine. Daar dan weer zo zat als een Malaya naar huis. Om vervolgens om 7 uur thuis te komen en op de bank in slaap te vallen. En dan ging de wekker weer de volgende dag. En kon je weer gaan werken. Dus ik zat enorm vast in het ritme van het hele gebeuren, weet je wel. Van 5 dagen in de week werken, 6 zelfs. En dus ik wilde daaruit. Dus toen ben ik gestopt met voetbal. En dat is eigenlijk waar het allemaal begonnen is. Toen ging mijn interesse naar andere dingen uit. En ben ik dus begonnen met surfen in Scheveningen. Sinds de eerste dag was ik gewoon helemaal verliefd, helemaal weg, helemaal verslaafd eraan, weet je wel. Het is wat ze zeggen in de bekende film natuurlijk, Point Break, van kijk uit, want als je er eenmaal mee begint, het verandert je leven en dat doet het zeker. Ik ben nu al in een aantal landen geweest en waar ik zoveel verschillende mensen leer kennen, met zoveel verschillende andere culturen en dus je krijgt een totaal andere beeld op de wereld en ik wil meer en meer zien. En surfen, het is echt het enige, denk ik, herinnert je aan dat je moet leven in het moment, weet je. Je wacht daar voor die enige golf die van ver moet komen, er staat jouw naam opgeschreven. En dan peddel je als een malle, je pakt die golf en het plezier is in het moment. En zodra die golf voorbij is, is er ook niks meer, is het ook voorbij. Voorbij is het geschiedenis, weet je wel. Dus dan ben je weer stoked voor de volgende golf die moet komen. Het leven in het moment, dat is gewoon zo belangrijk. Thuis zijn we denk ik zo gefocust op een huis kopen, weet je wel. En dus dan zit je weer vast aan een hypotheek. Aan een droombaan, je moet eerst studeren, dan moet je een goede baan vinden, weet je wel. Als je die baan hebt, moet je carrière maken. Maar uiteindelijk denk ik dat we een beetje voorbij gaan aan de, aan de,
aan het doel van het leven of aan het nut. Gewoon, nou ja, wat is het nut van het leven? Dat is natuurlijk lastig. Maar ik denk ja, gewoon van het moment genieten, weet je wel. Met de mensen om je heen, van de kleinste dingen die je gelukkig maakt. En nou ja, dat doet surfen eigenlijk voor me. Dat, gewoon me daaraan herinneren dat alles in het moment is, weet je wel. En als het voorbij is, is het voorbij. Dat is ook goed, maakt niet uit. En ja, en nou ja, dit is dus hoe ik nou in Uruguay zit natuurlijk. Ik wil naar de kust van Uruguay zijn we naar het zuiden aan het gaan. Maar de golven zijn een beetje ruk, moet ik zeggen hoor. De afgelopen week is het echt flat geweest. Echt gewoon zo plat als een pannenkoek. Een beetje ziek van. Dus ik zit nou aan te denken om al wat eerder naar de westkust te gaan. Dus naar Chili. Om zo verder naar het noorden, want de Pacific, dat is natuurlijk een constantere swell. Dus laten we hopen dat ik daar wat betere golven krijg, zodat ik ook een beetje adrenaline van het moment krijg, zeg maar. Dus een klein verhaaltje over mij. En het beste ermee. Houdoe.